Vandaag zijn we bij minister Jan-Kees de Jager van Financiën. Helaas kon hij zelf niet bij zijn, maar wij mochten hem wel interviewen. 700 Amsterdamse zakenmensen, we zijn vandaag in het Park Plaza bij elkaar. En heel erg benieuwd ook wat dat voor de Amsterdamse ondernemers in het bijzonder, maar misschien voor Nederlandse ondernemers gaat betekenen. Dit kabinet gaat zich echt voor ondernemerschap inzetten. Allereerst door dingen eenvoudiger te maken, de administratieve lasten te verlagen, regeldrukte te verminderen. Maar we gaan ook snijden in het aantal subsidies. Terwijl we juist aan de fiscale kant, aan de belastingenkant, juist daar dingen gaan verlagen. Dus we gaan de vennootschapsbelasting verlagen, de speurontwikkelingsfaciliteit gaan we uitbreiden. En we gaan ook de innovatieprestatiecontracten uitbreiden, de kenniswerkersregeling uitbreiden. Dus een aantal gerichte subsidieregelingen waar ondernemers heel positief over zijn, breiden we uit. En per saldo is het ongeveer neutraal, maar aan de andere kant snijden we juist fors in het aantal subsidies. Omdat heel veel ondernemers daar toch heel veel moeite mee hebben om die aan te vragen. Dus we werken aan ondernemerschap. We zorgen voor een ondernemend Nederland. Want de economie moet straks weer echt uit slop geholpen worden door ondernemers. Maar aan de andere kant moeten we natuurlijk ook een beetje bezuinigen. En dat proberen we bij elkaar juist te brengen. Goed dat u dat zo aangeeft. Dat ondernemers de motor achter de economie zijn. Want die gaat langzaam weer omhoog. Daarentegen zijn van de grote organisaties. Hebben behoorlijke oorlogskassen. Wachten we met z'n allen op een dubbel dip? Nee, wij verwachten op dit moment geen dubbel dip. Zeker weten doe je het niet. We hebben hier niet op het ministerie van Financiën een kristallenbol waar we met zekerheid alle voorspellingen kunnen doen. Maar we zien op dit moment geen tekenen voor een dubbel dip. Dus we verwachten die ook niet. Aan de andere kant zie je wel weer dat de economische groei, het herstel daarvan, wat dit jaar heel snel is gegaan, weer misschien een beetje zal afvlakken. Omdat het met name ook door de Duitse opleving komt. En die Duitse opleving zal misschien een beetje afnemen. Er zijn nog steeds onzekerheden over de Verenigde Staten en over Zuid-Europa. Dus om nou te zeggen, we verwachten een enorme economische groei, dat durf ik ook niet te zeggen. Maar een dubbel dip verwachten we niet. U heeft een belangrijke en ook een hele drukke agenda. Wij hebben de schijf van 5 en één daarvan is ook balans. De balans is ook heel belangrijk. Hoe staat het nu eigenlijk met uw sporttas? Met mijn sporttas? Nou, dat is voor welke privéactiviteit, inclusief sport, is niet zoveel tijd. Misschien de komende tijd iets meer, omdat ik nu in plaats van minister niet meer staatssecretaris en ook Kamerlid erbij ben samen. Nu is er ook weer een staatssecretaris en ik ben ook weer sinds een paar weken nu Kamerlid af. Dat moest ik erbij combineren. Overigens doe ik dat allemaal met heel veel plezier, want ik vind het toch een enorme uitdaging en een voorrecht om in de politiek op deze plek actief te zijn. Want je kan heel veel dingen doen en heel veel ook voor Nederland en voor anderen betekenen. Maar je moet een beetje een aantal dingen ook opgeven. Dat hoort er nou een beetje bij. Misschien dat de komende maanden weer wat meer tijd gaat ontstaan voor privéactiviteiten. Rond kerst hoop ik in ieder geval. En tussendoor blijft het wel heel druk. Op 17 maart wordt de Amsterdam Business Award weer uitgereikt. Wat zijn nou kenmerken van een bedrijf? Wat zo'n award zou moeten winnen? Wanneer is een bedrijf succesvol in uw ogen? En er kunnen verschillende dingen zijn, maar ik vind in ieder geval zelf altijd innovatie heel erg belangrijk. Ik heb, toen ik ondernemer was, me altijd heel erg veel met R&D-activiteiten bezig gehouden en ook met het innoveren. Als Nederland zien we dat wij een enorme sterke positie op een aantal terreinen hebben. Maar als je kijkt naar onze arbeidskosten, liggen die natuurlijk relatief hoger dan die in Azië en Zuid-Amerika, dan veel opkomende economieën. Dus je kunt daar niet altijd op concurreren. Dus zul je ook moeten concurreren juist op innovatie en op kennis. En wat ik heel mooi vind, is ondernemers die erin slagen om de brug te slaan tussen fundamentele kennis, die bijvoorbeeld bij universiteiten of andere kennisinstellingen zijn. Want we hebben die kennis in Nederland heel veel, maar om die brug te slaan naar het echte ondernemerschap. En dat zien we, die brug, die zien we te weinig in Nederland. We hebben heel veel fundamentele kennis, heel veel wetenschap, maar te weinig soms wel ondernemerschap, hoog opgeleid ondernemerschap, om dat te kunnen, wat met een mooi woord heet, valoriseren. Om dat tot wasdom te brengen, tot een echt product op de markt. En dan vind ik het mooiste daarvan ook nog producten die je kunt vermenigvuldigen. Dus niet zozeer uurtje factuurtje, maar schaalgrootte kunt brengen. En door innovatie producten in de markt zetten die je maal 1000 of maal 1 miljoen kunt verkopen. Zult u dan ook als overheid dan de aanbestedingsregels enigszins aanpassen, zodat niet per se het slechtste bedrijf met laagste
kosten de opdracht gaat winnen. Wat wij in ieder geval gaan doen is, dat staat ook in het regeerakkoord, is de aanbestedingsregels veranderen en wijzigen. Op zo'n manier dat ook het midden- en kleinbedrijf, en daar zit vaak die innovatie ook op dat punt sterker, zeker bij ICT-projecten ook, dat die veel meer kansen krijgen. Nu hebben die soms echt te weinig kansen, bijvoorbeeld door hoge omzeteisen of door de eis dat een product al jaren op de markt moet zijn. Nou, daar willen we echt flink in gaan wieden in al die regels. De omzeteis moet omlaag en we willen ook zorgen dat het midden- en kleinbedrijf veel meer kansen gaat krijgen voor aanbesteden. Bijvoorbeeld als je al één keer gekwalificeerd hebt, dat je daarna niet meer opnieuw al die hele riedel doorheen moet en dat die erkenning gewoon voor een aantal jaren ook blijft staan, dat je mee mag doen. Ik ben zelf ondernemer geweest, 15 jaar lang, sinds mijn studententijd, totdat ik staatssecretaris van Financiën ben, nu minister van Financiën. Ik zou zeggen ondernem met z'n allen, omdat het voor jezelf ontzettend leuk is, omdat het voor je bedrijf, je medewerkers ontzettend goed en leuk ook is, maar natuurlijk ook omdat het voor Nederland heel erg belangrijk is. En op die manier kunnen we met z'n allen werken en bouwen aan een steeds dynamischer, voortvarender en welvarender Nederland. Dankjewel.